Marleen Merckx, dank je zeer voor dit filmpje. We hebben vanavond op het podium een zeer bijzondere band. Ik ben heel blij dat ze hier zijn, want ze zijn heel moeilijk te strikken. Ze zijn ook altijd met velen. En ze hebben nog een bijzondere frontman meegebracht. Ze gaan met z'n allen, met de band en de zanger, naar Tokio, naar de Belgian Beer Weekend. Dat klinkt goed. Ja, fantastisch. Ja. Fantastisch. Om daar, ik ben net geweest, dat is fantastisch. Ah ja, je bent er al geweest. We zijn net met Discover Galaxy gaan spelen in Nagoya. En dat is... Ja, dat is... You enter an other dimension. Oké, okay, ja, goed. Dat is, en wie, over wie hebben we het dan? We hebben toch even de mensen ook nog inleiden. Het gaat over Mauro Pawlowski en de Flat Earth Society. Peter Vermeers, goedenavond. En jullie gaan daar eigenlijk iets van Frank Zappa spelen. Wie kwam op het idee om Frank Zappa-repertoire even door jullie te laten doen? De schuldige is Jacky Willems. Van de Radio 1. Van de Radio 1. En die doet af en toe zo'n Zappa-memorial. Ja. Af en toe komt er een nul en dan moet je iets doen. Ja, en, zoveel jaar geleden gestorven. Ja, dus dat was het. En ik had dan gevraagd van ja, dat is goed, maar vind je het erg als er geen enkel nummer van Zappa in zit ook? En hij zei ja, doen. En dan heb ik nu viertal nummers. Ja, drie. Min of meer herkenbaar. Min of meer herkenbaar. Ja. Het eigen... We hebben zijn nummers aangepakt zoals Zappa... Andere nummers aanpakte van andere mensen. Ja. Dus. Voor de mensen die hem niet kennen, maar wie is Zappa? Was het de meest geniale rockartiest? Dat weet ik niet, maar het was een speciale muzikant. Die begon in de jaren 60. In de 70s was hij een rockster. Maakte heel extravagante muziek. Daar komt een beetje op neer. Ja, hij heeft zelfs een hitje gehad. Want dit is het enige nummer dat af en toe de radio is haalt. Bobby Brown, misschien kent u dat. Ja, de switch. Mensen knikken, ja, dat kennen we. Maar hij heeft, hoeveel albums heeft hij dan gemaakt? Ja. You can kiss my hiney. Je moet ook de teksten goed beluisteren. Ja. Hoeveel platen heeft Zappa gemaakt, hoor? Geen idee. Je weet het zelf ook niet. Tientallen. Houdt niet op, ja. Het nummer dat jullie vanavond spelen, Solitude, dat is wel van hem? Dat is van hem, maar het is een nummer dat hij heeft het gemaakt en heeft het nooit zelf willen spelen eigenlijk. Hij vond het, niemand weet waarom. Ja. Hij had het geschreven voor zijn vrouw en waarschijnlijk is het te sentimenteel of zo. Ja, maar het is een heel gevoelig nummer. Ja. Het is echt een kroenersnummer. Dus, dat ligt jou wel, want je bekende jou natuurlijk als de wilde gitarist van Deus en de rockman van de Hitsville Drunks en zo. Maar dit is een heel gevoelig nummer. Ja, dat is een schoon nummer. Ik ben ook een gevoelige jongen. Mauro, eindelijk gevoelig. Ja. Een prachtig nummer. Ja. Flat Earth Society, voor de mensen die de band al jaren volgen, is er nu dit cadeautje. Alles, maar ook alles is in box gesteld. Alles in een box, ja. 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 Het is een box met de compilatie van Ik Slecht Sally van vroeger. Ja. En dan twee nieuwe cd's van Flat Earth Society. Mm-hmm. Plus alle downloadcodes van alles wat we ooit gemaakt hebben. Dus, dus voor één bedrag heb je gewoon het hele uren plezier en allergie. Wat verwacht je daar nu van? Je hebt al met veel bands overal gespeeld. Heb je ooit in Tokio op een podium gestaan? Nee, ik ben nog nooit in Japan geweest. Iedereen zegt van, oh, wacht maar tot je daar aankomt. Je wordt zot. Mm-hmm. Ja, ik zie dat wel zitten. Ja, en dan ook, is dit iets wat een lang leven beschoren zal zijn? Flat Earth Society met Mauro erbij? Wat is lang, hè? Mijn allereerste interprovinciale job was bij Peter. Ja. Ik werd gevraagd om bij zijn oude band, Ik Slecht Sally, een liedje te komen zingen. In het Duits. In de hoofdstad, in Duits. In het Duits. Goed. Ja. Dus toen dacht ik... Toen is dat van de buurt. Ik kan alles aan. Graag ergens. Goed. Als u hen dus wil zien met de composities van Frank Zappa, moet u naar Tokio. Wanneer is dat eigenlijk? Van 6 tot 9 september? Volgende week. Er vertrekt een bus over een half uur. Ja. En dan bent u binnen 3 weken daar. Bus, goed budget. En nu gaan ze naar het podium om zo meteen Solitude te spelen. Dankjewel, Mauro Pawlowski en Peter Vermeers. Maar nu de muziek dus, de box, die verschijnt binnenkort met alle muziek van de Flat Earth Society. Ze vertrekken naar Japan volgende week en daar zullen ze met Mauro Pawlowski spelen, zoals ze dat ook nu gaan doen. Mauro en Solitude met de Flat Earth Society. Solitude, and I believe it is the time for me to share.
show some gratitude. I think I'll take a minute to reflect upon your attitude. But most of all, I love the way that you have brought me solitude. Been a friend to me, and I believe it is the time for me to show some sympathy. I watch the way you suffer with the problems only I can see, but most of all I love the way that you have been. Been misunderstood, and I believe it is the time for you to feel the way you should. I love to see you smile a while and know that you was feeling good, but mostly I regret the way that you have been misunderstood. Solitude en Flat Earth Society. Veel succes in Tokio. Jongens, daar met het optreden. Ik heb nog één vraag. De M-vraag van de dag. Dan krijgt iemand een mooie rode M. En die vraag is voor Jonas, want hij had de meeste punten. Daar komt nu echt in New York een echt café. Dat heet Central Perk. Hè, naar het café van Friends. In welke wijk van New York met een M? In welke wijk van New York met een M? Ja, zeker. Ding is, allee, met de M... Allee? Allee, welke? Dat is maar één bekende wijk. Ik kan er niet op komen, gelijk. Het is niet Hoboken. Wij zeggen niet, het is Manhattan. Manhattan, ja, natuurlijk. Ja. Veel succes, Adriaan van den Hoofd, met het programma Normale Mensen. Eefje de Porteren, veel succes in Zuid-Korea. Jonas, veel succes volgende week op de televisie ook. En Yuri, ik ga zeker ook eens kijken naar de vleermuizen dit weekend. Zondagavond zijn we er terug met de allerlaatste aflevering van deze zomer. Met onder andere Steven van Herrewegen, de mensen van de Vlaamse opera. Jan Leijers heeft een nieuwe plaat in het Nederlands. En ook Bart Peters komt muziek spelen van zijn nieuw album. Bedankt voor het kijken en tot zondag. Thank you.